ik ben Annelie Meeuwsen. Ik volg de opleiding HBO verpleegkundige deeltijd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik werk bij de Rijnwaal Zorggroep in de functie van teamleider. En daarbij geef ik dagelijks sturing aan 3 teams in de intramurale zorg. En dat houdt in eigenlijk het verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg, onderverdeeld in psychogeriatrie en somatiek. Mijn naam is Femke Donderwinkel en ik ben opleidingscoördinator van de HBOV deeltijd. De opscholers zijn de mensen die dus al verpleegkundigen zijn, of een in-serviceopleiding gedaan hebben of mbo geschoold zijn. Voor hen is het interessant om de HBOV deeltijd te doen, omdat er allerlei ontwikkelingen in het werkveld zijn. Bijvoorbeeld de zorg wordt steeds complexer. En daardoor worden er ook wel steeds meer hbo-verpleegkundigen gevraagd. Veel organisaties zijn bezig met een duidelijke functiedifferentiëring. En daarom is het interessant voor de mbo'ers en de in-serviceverpleegkundigen om zich op te laten scholen tot hbo-verpleegkundigen. Ik merk het verschil vanuit mijn achtergrond als mbo-verpleegkundige, nu een opleiding als hbo-verpleegkundige, duidelijk dat er meer diepgang in zit. Je gaat breder kijken, ook vooral een stuk theoretischer kijken, wat ligt eronder, wat zijn onderbouwingen waarom je bepaalde dingen doet die je eigenlijk al dagelijks doet, ben je nu veel bewuster aan het uitdiepen. Ik ben Vrouwtje de Does, ik ben wijkverpleegkundige van Rijnwaal Zorggroep. Het is erg leuk om een deeltijdstudent te begeleiden, want het is natuurlijk eigenlijk je collega, maar je ziet diegene zeg maar groeien in haar vak en dat maakt het ontzettend leuk. Ik merk dat het ontzettend veel meerwaarde heeft om een deeltijdstudent zeg maar, te begeleiden en in de organisatie te hebben, doordat zij nieuwe dingen weer inbrengt in de organisatie. En dat is natuurlijk dan, denk ik, ook aan mij als werkbegeleider om te zorgen dat ze dat ook kan doen. Mijn tip voor toekomstige studenten is: twijfel niet aan jezelf. Je hebt zoveel eigen kennis wat je al meeneemt in deze opleiding. Zoek een maatje in de groep waarvan je denkt, daar kan ik me aan optrekken en ik voel me daarmee verbonden. Dan kom je echt een heel eind.